Het levenswerk van een Zutphense kunstenaar is vanmorgen in vlammen opgegaan. Het vogelhuis is waarschijnlijk aangestoken. Ik vind het wel kloten, maar ik ben blij dat er geen dierendood zijn. Als de kroegen sluiten in Elburg, dan barst het terreur los. En Veteranendag is ook in Gelderland gehouden. In Arnhem is een plaquette onthuld voor slachtoffers van een vliegtuigcrash. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 25 juni. 4 jaar lang bouwde een kunstenaar aan zijn levenswerk. Een speciaal houten huis is in een vogelpark in Zutphen. In enkele minuten is het huis vernietigd door een brand. En waarschijnlijk ook nog aangestoken. De kunstenaar is er kapot van. Het is een ambacht om zo verfijnd te werken met hout. Vakmanschap kost tijd. En jaren deed de kunstenaar erover om dit huis voor de dieren in het vogelpark te maken. In een paar uur tijd bleef er na een verwoestende brand dit van over. Nou, gewoon 4 jaar, gewoon balk voor balk of raamwerk. Ik had inspiratie van God toen de tijd om het te doen. Ik vind het wel kloten, maar ik ben blij dat er geen dieren dood zijn. Alleen één konijntje. Ik denk dat hij hartstilstand heeft gehad. Buurtbewoners zijn aangeslagen. Triest, in en in triest. Dat is katastrofaal voor die man. Die man heeft er met hele ziel aan gewerkt. Die loopt hier dagelijks om zijn beesten te verzorgen. En dan is het natuurlijk verschrikkelijk dat zoiets waarschijnlijk is aangestoken. De vlammen grepen vanochtend vroeg om zich heen. En met een houten huis gaat het dan snel. Naast de verkoolde resten vinden agenten sporen van brandstichting. Er is volgens de kunstenaar en de buurt geen twijfel over mogelijk. De brand is aangestoken. Ze hebben het gaas helemaal losgeknipt daar. Dat hebben ze al eerder een keer gedaan dit jaar. Dat zijn gewoon baldadige jongeren die dat even moeten slopen, hoor. Maar dit is gewoon te erg, hoor. Tenminste voor die dieren. Gaat u weer opnieuw beginnen? Ja, nou, ik laat de dieren toch niet in de steek. Die blijkt wel aan het verzorgen, maar... Ja, zoiets bewerkelijks, daar zie ik voorlopig de energie nog niet van komen. De politie heeft in 25 jaar Zutphense aangehouden. De zaak wordt onderzocht. Ondertussen is deze kip nog wat verward, want waar moet ze haar ei kwijt? John van der Brom is definitief de nieuwe trainer van Vitesse. De Arnhemse voetbalclub is een contract voor 2 jaar overeengekomen met Van der Brom, met een optie voor nog een seizoen. Van der Brom staat nog onder contract bij ADO Den Haag. Vitesse is in onderhandeling met de Haagse club om dat af te kopen. In het centrum van Elburg is rustig slapen er niet bij in het weekend. Dronken kroegverlaters maken al maanden niet alleen maar herrie als de kroeg sluit, maar gooien ook ruiten in, trappen bloembakken om, gooien met fietsen en slopen verkeersborden. Bewoners en ondernemers in Elburg, die zijn het zat. Het oogt zo gezellig. Zaterdag overdag en er is iets te vieren in Elburg. Het is sleepbotendag. Niks aan de hand, behalve dat het regent. Maar schijn bedriegt. 'S Nachts is het hier namelijk niet zo leuk. Dan sluit de lokale kroeg om 3 uur en is een ruit zo ingekegeld. Als dat een keer gebeurt, allah. Maar wekelijks, maandenlang, bewoners slapen niet of slecht. Als je hier als bewoner woont, is het echt heel onveilig. Het is je eigen leefgebied waar je kinderen wonen, waar je kinderen zijn. Dat is echt heel bedreigend voor heel veel mensen. En ondernemers willen zich wapenen tegen de vandalen. Ondernemers ervaren heel veel overlast omdat er ruiten ingeslagen worden, omdat de bloemenbakken worden omgegooid, omdat er gewoon toch wel veel agressie en geweld is. En ja, daar zit je als ondernemer niet op te wachten. En dit is een hele vervelende situatie. De burgemeester vindt dat het niet zo'n vaart loopt. De meldingen ontstijgt het niveau baldadigheid nu eenmaal niet. In een kleine compacte stad als Elburg is, dat op het moment dat men iemand begint te schreeuwen, dat het veel luider klinkt dan in het open weidegebied bij het Harde, waar ook een discotheek is. Dat is natuurlijk een probleem van de snauwe binnenstad. Het lijkt heel snel het nodige aan de hand te zijn, terwijl dat over het algemeen nog wel meevalt. Ondernemers zijn bang en willen niet in beeld. Elburg zucht al heel lang onder soms vergaande baldadigheid. Zo werden een maand geleden meerdere kerkdeuren beklad. De burgemeester verwacht dat het allemaal vanzelf wel overgaat. De winkeliers en inwoners van Elburg hopen alleen maar dat het niet een wekelijks weekend Wild West wordt. In het hele land zijn veteranen geëerd. Het is een eerbetoon voor de ruim 100.000 Nederlandse militaire veteranen. De meeste activiteiten tijdens de Landelijke Veteranendag waren in Den Haag, maar ook in onze provincie waren er de nodige bijeenkomsten. Zoals hier in Wijchen. En dat waarderen de voormalige militairen wel. En het is nodig, omdat anders een hele hoop kameraden en een hele hoop mensen in de vergetelheid zouden raken.
En in de Arnhemse wijk Malburgen werd op deze Veteranendag stilgestaan bij een crash van een bommenwerper van de geallieerden. Dat gebeurde op de laatste dag van de slag om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het toestel stortte vlakbij de Rijn neer. 3 bemanningsleden kwamen om. Ter herinnering is een plaquette onthuld. Met nog enkele andere toestellen waren ze op weg terug van het bombardement op het Duitse afweergeschut bij Schaarsbergen. Ook het Nederlandse 320 Squadron was hierbij betrokken. De 91-jarige Louis Bernet was een van de bemanningsleden. Voorafgaand aan de onthulling deed hij zijn verhaal voor de kinderen van de Margrethaschool in Malburgen. Velen die vergeten de achtergrond en de betekenis van dingen niet. Daar kunnen de mensen niks aan doen hoor. Ik bedoel, maar je leeft in een andere tijd. Een van de verhalen die ook op school werd verteld was wat er misging met het bombardement. Een afzwaaier raakte de kerk en kostte burgers in Schaarsbergen het leven. Een aangrijpend verhaal voor de kinderen. Ja, dat vond ik heel erg inspirerend. En ik moest er ook een beetje van huilen. Ja, want hoe die meneer dan gaat, zeg maar, hoe hij het vertelt. En kijkt ook nog naar iedereen aan. En dat voelt heel erg fijn en weer zielig. Nou, je kon er wel heel veel van leren. Wat die mensen vroeger allemaal hebben meegemaakt. En ook eigenlijk dat ze het een beetje voor ons hebben gedaan. Want misschien waren wij hier dan nog niet geweest. De kinderen van de Margrethaschool namen ook een herinneringsdocument van Bernet in ontvangst. Ondanks dat er bij Schaarsbergen veel misging, vindt hij dat ze ook trots mogen zijn. Ons squadron, 320 squadron, mede een bijdrage heeft geleverd aan de bevrijding van Nederland en Europa. En daar bent u trots op? En daar ben ik heel trots op. Deze actievoerders die u zo meteen ziet hebben geen zin in tienduizenden concertbezoekers in het park bij hun in de buurt als daar evenementen worden gehouden. Zometeen meer over hun actie. Zaltbommel is straks het eerste station van Nederland met een volledig piepschuimen perron. ProRail is begonnen met het vernieuwen van de 2 perrons. Bouwvakkers stakelen de piepschuimen blokken op hun plaats en zagen ze met kettingzagen op maat. Daarna komt er een betonnen plaat op. ProRail is 3 weekenden aan het werk en dan moet het klaar zijn. Koninklijk bezoek bij kasteel Kannenburg in Vaassen. Prinses Margriet opende daar een expositie van moderne glaskunst, georganiseerd door Stichting Glaskunst. 17 kunstenaars exposeren voor het eerst zowel in het kasteel als buiten in de tuinen. Het is voor de 5e keer dat de expositie gehouden wordt. Stomdronken waggelde een Apeldoorner afgelopen nacht zijn huis in en viel op de bank in slaap. Tenminste, dat dacht hij. De bewoners van het huis die kenden de vreemde kostganger niet en belden de politie. Hij was het verkeerde huis binnengestrompeld en is uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Voor het eerst was hij te zien in Elburg, de Sterren der Zee. Een oude sleepboot van Rijkswaterstaat met een bijzondere motor. Tientallen antieke sleepboten uit heel Nederland deden tijdens de sleepbootdagen Elburg aan. Ondanks het slechte weer bezochten toch enkele duizenden bezoekers het evenement. 2 gewelddadige overvallen zijn mogelijk opgelost met aanhouding van 3 Doetinchemmers. 2 17-jarige jongens zijn opgepakt voor een overval op een supermarkt aan de Houtmanstraat in januari. Een van de jongens zou ook nog met een man van 19 een cafetaria hebben overvallen. Ook hij is aangehouden. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. Ze zijn nog maar met hun 6e, de paters in kloosterhuizen Loreto. De hoogbejaarde paters kunnen het klooster in Lievelde niet meer draaiende houden. En daarom gaat het klooster dicht. Deze week waren de laatste gasten op bezoek. Het leven van Maria, dat staat centraal bij de paters Maristen. In 1951 bouwden ze in Lievelde het klooster als studiehuis voor de priesteropleiding. Door een gebrek aan geld moet nu de deur dicht. En ook de leeftijd van de 6 paters die er nog wonen speelt een rol. Wij zijn allemaal toch boven de 65. En om ook in de toekomst dit huis dragen te houden en als een dragende gemeenschap hier te kunnen wonen, heb je ook toch een zekere vitaliteit minimaal nodig. Nou, die vitaliteit wordt toch minder naarmate mensen ouder worden. En dat betekent dat wij moeten zeggen, nou, wij kunnen dat niet lang meer volhouden. De laatste jaren was het klooster voor iedereen open die bezinning wilde en verdieping zocht. Een groep boeddhisten was toch wel enigszins verrassend de laatste gast. Er zijn natuurlijk wel verschillende achtergronden en verschillende tradities. Anderzijds zijn er ook wel veel overlappende overeenkomsten. Dus in die zin willen we graag ook deze mensen de ruimte geven om hier te zoeken te doen. Ja.
Wij vinden het heel prettig om hier te zijn. Bovendien zijn hier ontzettend, het is een hele lieve monnikengemeenschap. Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk heel erg jammer dat de westerse kloostergemeenschappen, dat dat langzaam minder wordt. Wat de paters in de toekomst gaan doen, staat nog niet vast. Maar pater Bun maakt zich er geen zorgen over. Het is mooi geweest en begint iets nieuws. Er is interesse in het klooster, maar het is nog niet verkocht. En zolang de paters nog geen nieuw onderkomen hebben, blijven ze nog even op hun vertrouwde plek. De gemeente Overbetuwe heeft een droom, een concert van de Rolling Stones. Locatie, een gloednieuw festivalterrein in Park Lingenzeeg tussen Elst en Arnhem. Maar wat voor de een een droom is, is voor de ander een nachtmerrie. Omwonenden vrezen verkeersdrukte en geluidsoverlast. Hallo mevrouw, u had een flyer. Wat zeg je? U had een flyer van ons gekregen. Actievoerders delen vandaag flyers uit bij de supermarkt in de Arnhemse wijk Schuitgraaf. En dat vinden ze nodig, want veel mensen zijn niet op de hoogte van de komst van een evenemententerrein op 500 meter van de wijk. Ik schrok daar wel van, moet ik zeggen. En ik vraag me af of de wijk en het terrein daarop toegerust zal zijn. Of het niet een te groot evenement is voor een kleiner wijk als Schuitgraaf is. Ook Jurgen Jansen hoorde pas kort geleden van de plan om in het park evenementen te organiseren met mogelijk 50.000 bezoekers. Nou ja, als je kijkt naar de 50.000 mensen, we zien nu in de zomerperiode dit jaar al dat de A325 en 325 ligt eruit. De spoor ligt rond die tijd eruit. Nou, dat gaat vaker gebeuren. De evenementen zijn doorgaans in de zomerperiode. Ja, hoe gaan we dat handelen? We hebben in onze gemeente meer dan 200 evenementen per jaar. En die organiseren we altijd op een hele goede wijze. Zonder overlast voor onze inwoners. Dus ook voor de inwoners van de Schuitgraaf houden we daar rekening mee. Ja, moet ik dan de gemeente Overbetuwe op haar blauwe ogen geloven dat het allemaal goed geregeld gaat worden? Dat gaat ons net iets te ver. In de gemeente Overbetuwe wisten ze wel van de komst van het festivalterrein. Alleen gingen de bewoners daar tot voor kort uit van kleinschalige evenementen. De komende week neemt de gemeenteraad een besluit over het festivalterrein. De wethouder kan intussen niet wachten. Hij ziet zijn droomconcert al helemaal voor zich. Ik denk dat als dat zou lukken, dat ook die bewoners van de Schuitgraaf, die ik dan graag voorzie van een kaartje, op de eerste rij zullen staan. En dan gaan we kijken naar het weer. Ja, de grote vraag is natuurlijk of we morgen de zon te zien krijgen. Ja, een beetje. Mondjesmaat. Maar in de ochtend is het nog wel tamelijk grijs. Morgen in de loop van de middag voorzichtig aan wat meer zon. En dan de stijgende temperatuur. Vandaag koel, druilerig, grijs. De prijs die we betalen voor de aankomst van het warmere weer. Want vandaag passeerde een warmtefront. Het was 15 graden in de middag. En op de satellietanimatie zie je het allemaal duidelijk gebeuren. Dit is het hele gebied waar het warmtefront in verscholen ligt. Erachter stroomt de warme en schone lucht in noordelijke richting. En arriveert morgen in de loop van de dag. En dat zullen we goed merken aan de temperatuur. Morgen en nog meer de dagen erna. Dit was het beeld van vandaag. Helemaal bewolkt. De zon kreeg geen schijn van kans. En dus van tijd tot tijd regen, motregen. Ook vanavond nog een beetje druilerig. Maar het trekt weg naar Duitsland. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Maar het blijft veelal bewolkt. En het is toch al wat zwoeler. Met minimumtemperaturen niet veel lager dan een graad of 15... bij een afnemende zuidwestelijke wind. Morgen met name in de ochtend nog altijd vrij vochtige lucht boven Gelderland. Het is wel droog, maar verwacht nou niet meteen te veel van de zon in de ochtenduren. In de middag moet dat langzaam maar zeker wat verbeteren. Ik denk dat de zon voorzichtig aan vaker tevoorschijn gaat komen. En met name in de namiddag en avond, dan klaart het vrij snel verder op. De temperaturen gaan al flink omhoog. We zitten al in de warmere lucht. Het wordt een graad of 24 à 25 bij een zwakke zuidwestelijke wind. En dan maandag en dinsdag zinderend heet en zonnig. Tropische temperaturen van 31 tot 33. Dinsdag plaatselijk misschien wel 35 graden. Maar dat wordt serieus afgestraft. Dinsdagavond. Zware onweersbuien trekken over Gelderland. Woensdag nog een enkele bui, de afkoeling. We vallen met die onweersbuien terug naar een niveau van 18 of 19 graden overdag. En tot zover het nieuws van deze zaterdag. Dit zijn de hoofdpunten. Het levenswerk van een man uit Zutphen is vanmorgen vroeg in vlammen opgegaan. En heel waarschijnlijk is de brand nog aangestoken ook.
En actie in Arnhem. Omwonenden van het park Lingenzegen zijn bang dat het park gebruikt wordt voor grote concerten en evenementen. En daar zijn ze niet blij mee. Ik wens u nog een fijne zaterdagavond.